Rustige jagers schieten de grootste bokken. Welkom rammers bij weer een nieuwe video. Live vanuit Marbella zit ik even lekker in het zwembadje. Ik hoop dat jullie mij goed verstaan. Er staat hier muziekje aan, dus ik ga ook ietsjes weglopen. Waar we het even over gaan hebben is rustige jagers schieten de grootste bokken. En ik wil jullie even uitleggen waarom. Fuck, dat is ook kut. Hier is wel goed. Kijk, als je in het leven is een marathon en je moet zorgen dat je in de race blijft. En als jij dus niet rustig bent, je jaagt niet rustig, op de juiste momenten sla jij niet toe, dan ga je heel vaak teleurgesteld worden. En als je dus snel op zoek bent naar het snelle geluk, dus je hebt geen geduld om bijvoorbeeld een goede business op te zetten, je hebt geen geduld om 100 pandjes te gaan bezichtigen om een vastgoedpand te kopen, dan word jij telkens teleurgesteld. Dus daarom zeg ik ook altijd, het leven is een marathon en je moet in de race blijven. Dus blijf rustig, jaag rustig en vervolgens kan je die klappers gaan slaan. En die quote vind ik wel mooi, die quote van mijn vader. Die zei het altijd tegen mij, hij zegt nee, doe rustig, ontspannen. Toen was het nog met school bijvoorbeeld of met voetbal. Zei die René, het moment komt wel. En juist op die momenten dat je dus hongerig bent, dat je dus aan het jagen bent, komt er op een gegeven moment een moment en dan moet je toeslaan. En dan zal je ook zien dat je grote resultaten gaat bereiken. En zoals jullie weten hou ik van een praktijkvoorbeeld. Dus ik heb tegen mezelf gezegd, toen ik begon met ondernemen, zei ik tegen mezelf van oké, René, ik geef je 3 jaar de tijd en binnen 3 jaar moet je gewoon een succesvolle business hebben staan. En we zijn nu zeg maar 2 jaar onderweg, niet ja, iets langer dan 2 jaar, maar nog niet eens echt serieus. Het is al gereed, zeg maar, we zijn er al van. Dus geef jezelf tijd. Ik zeg altijd tegen de jongens die bij de masterminds komen of die bij coaches van mij zijn, zeg jongens, geef jezelf gewoon tijd. Ik snap het, je wil allemaal geld verdienen, je wil allemaal snel het vastgoed inrollen, je wil allemaal snel gewoon geld verdienen zodat je hier kan staan. En je ding gewoon kunnen doen, alleen je moet jezelf wel de tijd leren gunnen. En ook in het vastgoedwereldje heb ik ook eerst gewoon 50, nou nee geen 50, ja ik heb wel heel veel panden bezichtigd, maar ik denk 20, 30 vastgoedpandjes gewoon bezichtigd. En was het een van de laatste, die werd het. Ik heb daar echt gewoon hard voor moeten knokken. En ook de jongens waarmee ik graag ben, dus Anil, gewoon andere jongens waarmee ik connect, die hebben ook die stijl. Die hebben ook die stijl van, je moet gewoon hard knokken voor wat je wil en je moet rustig zijn en dan komt jouw moment vanzelf wel. Dus geef jezelf daarvoor de tijd. Als jij nu deze video kijkt en denkt van, wat vind ik, maar ik wil ook hier in Marbella staan, zeg gewoon tegen jezelf, oké. Ik ga nu een doel, ik ga helderheid creëren voor mezelf. Ik wil binnen 4 maanden wil ik in Marbella staan. Dan ga je gewoon 4 maanden lang beuken, ga je gewoon 4 maanden lang rammen. Ga je gewoon laten zien van, ik heb het ook verdiend. En dan zal je ook zien, die weg ernaartoe wordt veel interessanter. Die weg wordt veel makkelijker, omdat je een heldere doel hebt. En dan ga je ook hier kunnen staan. Maar als jij doelloos door het leven gaat, als jij niet een rustige jager bent, die wel een helderheid voor jezelf hebt, dan ga je het ook niet bereiken. En dat is wel belangrijk. Stel voor jezelf doelen. Oké, ik wil een vastgoedpand. Die wil ik over 1,5 jaar, eind 2022, dan wil ik een vastgoedpand. Boom. Opschuiven die handel. Daarna streven, daarna werken, daarna toeleven. Rustig blijven. Ook genieten van de weg ernaartoe. En gewoon die honger hebben. Ik zeg niet dat je helemaal in de afwachtende houding moet staan, want ik zeg rustige jaren ziet de grootste bokken, juist niet. Ik zeg niet dat je helemaal, je moet juist alles ervoor doen. Maar als je een paar keer op je bek gaat, als het een paar keer niet lukt, ga dan niet je kopje laten hangen en vervolgens dat je denkt van, het is niet voor mij weggelegd. Ik heb super vaak al van die momenten gehad dat het gewoon niet is gelukt, dat ik iets ging doen, maar het lukte niet. En dan zeg ik altijd tegen mezelf, oké, dit is nog niet het juiste moment voor jou dat je dit kon gaan behalen. En dan wordt het interessant, het wordt nu een spel voor mij. Kijk,
ik probeer je graag even wat waarde te geven op deze dag. En het moet een spel gaan worden. Dus je moet voor jezelf zoiets hebben van oké. Natuurlijk wil ik het voor het succes doen. Maar als je 100 kopje weggaat, dan moet je daarvan genieten. Dat het niet lukt. Dat je die pijn moet gaan voelen. En heel vaak zien heel veel jongens die pijn of die strijding met hunzelf, met hun business, met hun investeringen als heel erg. Maar je moet het niet als heel erg zien. Je moet het zien als wauw, thanks man, dat ik hier zo uit mag leren. Thanks dat ik zoveel fouten aan het maken ben. En thanks dat ik moet nog genoeg leren, dus dank je wel daarvoor. Ik zeg ook heel vaak, succes is leren en gewoon ontwikkelen. En dat is ook echt zo. Je kan niet in één dag succesvol zijn. Je kan niet in één dag kan je een business hebben die 1.000 euro per dag aan winst draait. Dat gaat gewoon niet, dat is lastig. Het heeft tijd nodig. Dus gun jezelf die tijd. Een rustige jaar schieten de grootste bokken. En het laatste wat ik met jullie wil meegeven is deze. Als jij dus hierheen gaat. Als jij op vakantie gaat. En jouw business draait niet. Ja, ga alsjeblieft heel gauw terug naar Nederland. En sluit jezelf op in een hokje. Want hoe de fuck kan jij hier zo gaan genieten. En vervolgens je business niet draaiende hebben. Dat is zo zonde. Dat is zo zonde. Dus echt waar, als jouw business niet draait. Als je niet geld verdient terwijl je hier je leven aan het leven bent. Dan moet je jezelf opsluiten dan terug naar Nederland en kappen. Soms zie ik jongens hier zitten met e-commerce business. En die hebben hun business niet draaiende. Dan moet je echt kappen. Echt kappen. Dan kan ik ook echt boos om worden. Dus zorg ervoor dat je business draait als je gaat ontspannen. Hard werken, hard ontspannen. En ook als je dus zeg maar hier zo niks aan het doen bent, dan moet je gewoon geld verdienen. Want dit kost ook allemaal geld. Hier drinken, ik heb hier een water staan, dat kost mij geld. Uit eten kost mij geld. Elke dag gaat er tussen de 100 en 200 euro doorheen aan eten, drinken, noem het allemaal op. Per persoon. En als je dat niet terugverdient, ja, dan ben je aan het werken, maar er komt niks binnen. Dus dat is echt een belangrijke tip, dat die is misschien nog wel het allerbelangrijkste. Ga niet op vakantie, ga niet hard ontspannen als je business niet draait. Super stom. Oké, Rames, ik denk dat dit hem was. Geniet sowieso van je dag. Ik hoop dat het geluid goed was en er staat die muziek aan. Ik hoop dat jullie waardevolle tips hebben gekregen weer. Laat het weten in de comments wat je ervan vond. Mocht je vragen hebben, laat het me ook weten. En ik zie je sowieso terug bij de volgende video. En we gaan samen naar de top, we gaan samen knallen. Jullie weten van mij, we gaan winnen, 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 winnen. En we laten niemand meer achter. We gaan iedereen naar de top brengen. Dus one love, ik zie jullie bij de volgende video. Ciao amigos.